Hi, ik ben Brechtje Weda. Ik ben docent aan de HZ University of Applied Sciences. Ik geef hier Engels en daarnaast ben ik part-time student aan de University of Edinburgh, waar ik Digital Education studeer. Ik denk dat we het allemaal wel een beetje herkennen in het onderwijs, dat je af en toe het gevoel hebt dat je weer opnieuw het wiel aan het uitvinden bent. En ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is. Dus in plaats van steeds allemaal hetzelfde opnieuw te doen, stel ik voor om dingen te recyclen van elkaar. En een van de dingen die we hier binnen het talenteam recyclen zijn onze quizzes. En een manier om dat te doen is door de vragen duidelijk te labelen. Zowel het soort vraag als het onderwerp van de vraag. Waardoor je, als je bijvoorbeeld met een grammatica onderdeel bezig bent, heel makkelijk dat stukje over kan nemen van een andere collega. Dus als je dan toch het wiel opnieuw gaat gebruiken, zet je er misschien een ander bandje op, nieuw profieletje, maar je begint niet helemaal opnieuw. Ik denk daarnaast dat ook ruwe materialen, zoals presentaties bijvoorbeeld, heel makkelijk te hergebruiken zijn. Maar we hebben wel ontdekt dat onze studenten het makkelijker vinden om dingen aan te nemen van hun eigen docent dan van een docent die ze niet kennen. Dus wat wij doen binnen ons team is onze presentaties wel delen, maar ze persoonlijk opnemen, zodat we per groep toch een gepersonaliseerd filmpje hebben. Mijn laatste tip is, zorg dat je feedback personaliseert, ook als je geautomatiseerde feedback hebt, binnen een quiz bijvoorbeeld, zorg dat die dan toepasbaar is op een specifieke groep. Op die manier kun je heel makkelijk met weinig moeite dingen hergebruiken. En die tijd die jij eraan kwijt bent, hoeft iemand anders dan in ieder geval niet meer te besteden.